Dit boek heet De Arkvaders en het is een boek dat gaat over water. Zoveel water zelf dat iedereen op aarde erin zal verdrinken. Er is één man, Noach, die de voorspelling daarvan krijgt. Dat de hele aarde onder zal lopen en dat alle mensen die erop leven zullen verdrinken. Alleen hij en zijn gezin zullen die ramp overleven. Hij krijgt de opdracht om een ark te bouwen en midden in de woestijn bouwt hij een reusachtig grote scheepswerf en daar werken dag en nacht maandenlang honderdduizenden mensen onder leiding van Noach's zonen, Jafet, Sem en zijn jongste zoon Cham. En die Cham die wordt verliefd op Reana. En Reana weet niet van de voorspelling. En als ze daarachter komt, dan begrijpt ze het niet. Waarom zul jij overleven en zal ik sterven? En hij weet het niet. En als ik het boek uit heb, dan weet ik het ook niet. Ik heb al brieven geschreven aan de hoofdpersoon, wat ik trouwens vaker doe als ik een goed boek lees. Omdat het me helpt om me in te leven, maar ook omdat als het boek uit is, dat ik het dan heel jammer vind dat ik het moet loslaten. En daardoor blijf ik zelf nog een tijdje doorschrijven, zodat het nog niet hoeft.